Culinair journalist Talina van den Hoed die schrijft namens de Volkskrant voor een kookrubriek onder de naam Volkskeuken. En omdat we het hier al de hele week hebben over Duitsland, gaan we met haar een typisch Duits gerecht bespreken, namelijk zuurkool. Ja, Talina, vertel eerst eens even, wat heb jij met zuurkool? Heel weinig. Mijn moeder vond het vroeger geweldig lekker, vindt ze nog steeds trouwens. En die had bedacht dat eten we dan lekker vaak, want het is goedkoop en het is gezond en het is makkelijk. En zij vond het dus heerlijk en ik vond het helemaal niks. En toen had ze een kookboekje met 100 verschillende recepten om zuurkool te eten. Ah. En ze heeft ze alle 100 uitgeprobeerd. Oh ja? Zat er nooit eentje tussen die je wel lekker vond dan? Nee, want het was allemaal warm. Ik ben er de laatste jaren achter gekomen dat koude zuurkool, dat is oké. Maar warme zuurkool, ja. Wat is het dan precies waar je de rillingen van krijgt? Het zuur, denk ik. Ik heb het al heel lang niet gegeten, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik was er wel klaar mee. Jij schreef ooit een column in Trouw. Eigenlijk een anti-zuurkool column. Ja. Een soort pleidooi tegen zuurkool. Je riep ook echt op om een soort van te stoppen met het eten van zuurkool. Eigenlijk wel, want het is helemaal niet zo lekker. Maar ja, als je het wel lekker vindt, moet je het wel doen. Want het is en gezond en goedkoop. Maar ik vind de witte kool waar de zuurkool van gemaakt wordt, vind ik eigenlijk heel veel lekkerder. Ja. Dus gewoon de basis. Jij gebruikt dat voor andere gerechten. Oké. Je schreef toen ook dat je nog wel zou ontdekken hoe slecht zuurkool eigenlijk wel niet is. Dat is me niet gelukt, want zuurkool is niet slecht. Zuurkool is heel gezond. Toch wel, het is heel tof. Het is een heel mooi product. Het is het stomme. Ik vind het dus niet lekker, maar ik vind het een prachtig product. Ik vind het heel erg leuk. Maar waar zat dan jouw vermoeden in dat het niet zo goed zou zijn? Misschien dat het te zuur was of zo? Zuur is niet goed voor je tanden, had ik bedacht. En dat doe ik dan als iedereen dan dat niet eet, dan wordt het niet meer gemaakt en dan hoeven we ons daar nooit meer druk over te maken. Maar helaas. Ja. Je zegt al, je moeder had een kookboek met 101 recepten erin en ze heeft ze allemaal gemaakt. Zat er dan sommige recepten bij die je nog viezer vond dan andere? Ja, want ze begon met zuurkoolstampot, zoals we het eigenlijk in Nederland allemaal zo'n beetje eten. Want dat is wat wij Nederlanders doen met zuurkool, daar maak je stampot van. En uiteindelijk was dan haar lievelingsgerecht zuurkool en dan roergebakken met gehakt. Dat het gehakt rul was en dat dan met rijst en dan uit de oven. Roergebakken zuurkool? Ja. Klinkt heftig, ja. Blijft het dan knapperig of zo? Nou ja, een beetje. Ja. Zij vonden het heerlijk. En weet jij hoe zuurkool eigenlijk gemaakt wordt? Ja, zuurkool is, dat zei ik net al, is echt een heel mooi ding eigenlijk als je er naar kijkt. Zuurkool wordt gemaakt van witte kool, die je heel dun schaaft. Die je mengt met een kleine hoeveelheid zout. En dan dek je hem zuurstofarm af. En dan gaan de melkzuurbacteriën die van nature op de koolbladeren zitten, die beginnen met het verwerken van de suikers in de koolbladeren. En daardoor wordt het en langer houdbaar en komen er allemaal vitamine en dingen vrij. En heb je dus uiteindelijk een heel lang houdbaar, heel gezond product, wat barst van de vitamine C. Er zit nog andere dingen in, ik geloof ook vitamine B. En dan heb je in de winter, wanneer er normaal gesproken niet zoveel groeit, heb je een supergezond vers product eigenlijk. Ja, ik denk dat wel bijdraagt ook aan de, ik hou er ook niet van zuurkool. Maar dat het dan zo verpakt wordt in zo'n vacuümzakje en dat je gewoon weet, dit is heel lang geleden gemaakt, maar het is groente of zo. Ja, maar eigenlijk is het ook niet zo heel erg lang geleden gemaakt. Als je bedenkt dat elk jaar er in Nederland miljoenen kilo's kool doorheen gaan. Die van augustus tot ongeveer november wordt dat verwerkt tot zuurkool. En dat wordt uitgevoerd, maar een heel groot deel eten we ook gewoon in Nederland op. En elk jaar in augustus begint het weer. Ik denk dat jouw diepvriesdoppertjes, die je misschien wel lekker vindt, die zijn misschien wel ouder. Oh jee, oké. Nou is het ook zo dat zuurkool eigenlijk niet eens zo duur is als je dat in de winkel koopt. Volgens mij kun je dat nog voor onder de euro kopen. Dus je eet heel goedkoop. Het is goedkoop eten. Ja, absoluut. Het is, ik geloof, ik heb het vorige week nog zien liggen voor, ik geloof, iets van 50 cent voor een pakje. Ja, dus je kunt er heel veel mensen mee voeden als je daar wat aardappelen doorheen schilt. Ja, wat is eigenlijk die geschiedenis van, is dat altijd iets wat gestampt wordt met aardappelen of hoe wordt het gegeten? In Nederland maken de meeste mensen de stampot van. Ik denk dat dat ook is om de zure smaak er een beetje van weg te halen. Maar in het buitenland, en dan als je kijkt naar Duitsland, maar andere Oost-Europese landen, Tsjechië, Polen en dergelijke, daar wordt het vaak heel lang gestoofd met ui en een knoflookje en wat kruiden, karwijzaad. En dan laat je het minstens een half uur sudderen.
liever langer. En dan wordt het heel mild van smaak. Nog steeds wel zuur, maar niet meer dat hele gemene zure wat ik dan van de zuurkool niet zo lekker vind, van de stamppot. Ja, nou in Duitsland, hè, want het is Duitslandweek, daar eten ze het natuurlijk ook. Vind je dat er hier altijd een braadborst bij gegeten moet worden? Als je dat lekker vindt, moet je dat doen. Maar er wordt ook vaak een hammetje bij gegeten of een ander groot vleesachtig iets. Als je in Duitsland in de supermarkt kijkt, dan zal je versteld staan van de enorme homp vlees die je gewoon in het schap kan krijgen. Die hier altijd wel verwerkt zijn tot schattige lapjes. Mm-hmm. En liggen daar gewoon een enorme stuk vlees bij. En ja, weet je, dat is als je dan toch de boel lang laat sudderen, dan kan je er net zo goed iets langs bij braden. En wordt zuurkool ook nog gegeten in landen buiten Europa? Volgens mij wel, in Amerika. Ja? Ja, bagels met pekelvlees en zuurkool. En hotdogs met zuurkool. Ja. Oh, maar dan wordt de zuurkool, die is dan koud. Dus dan gaat het onder het worstje koud. Heb jij destijds, want je hebt dat artikel geschreven in Trouw, dat je daar eigenlijk een pesthekel aan hebt aan zuurkool. Leverde dat veel reacties op? Is zuurkool een soort polariserende groente? Nou, volgens mij was toen, het was voor de website van Trouw. En de website was toen nog niet zo heel erg hip. Dat is best lang geleden. En internet is de afgelopen jaren heeft een enorme vlucht genomen. Dus daar zijn niet heel veel reacties op gekomen. Nee, maar je schrijft nu regelmatig voor de Volkskeuken, van de Volkskrant. Zijn er nooit mensen die vragen, doe eens even wat met zuurkool? Oh, heel vaak. Maar gelukkig heb ik heel veel collega's bij de Volkskeuken die dat wel allemaal lekker vinden en lekker graag klaarmaken. Want bij de Volkskeuken maken we alles wat we in de krant zetten, maken we ook zelf. Daar maken we ook zelf de foto's van, dus dan moet je het ook maken. Ja, ik heel eerlijk, ik ga niet iets maken wat ik niet opeet. Dat snap ik. We hebben het over de Duitse keuken. Is dat eigenlijk een beetje een avontuurlijke keuken, Talina? Nou, ik denk dat die heel traditioneel is. En dat zie je ook een beetje terug in dat wat wij vroeger op de middelbare school leerden bij Duits. Van je gaat taartjes eten bij de conditorij. Dat is nog steeds zo. We zijn op vakantie geweest met de camper. We zijn naar Tsjechië gegaan. En dan rij je dus door Duitsland. Dus dan ga je eens kijken. En dat is nog steeds zo. Duitsers zijn dol op taart. En dol op vlees. En dol op bier. Ja, je komt er wel altijd aan als je daar op vakantie bent. Ik kom altijd aan op vakantie. Zo hoort het eigenlijk ook, hè? Ja, die Duitse eetcultuur. Kun je hem iets meer omschrijven? Duitsers zijn dol op lekker brood. Dat zie je ook bij elke supermarkt en bij elke bakker. Er wordt vers gebakken en het zijn ook echt lekkere broodjes met allemaal zaadjes en dingetjes en vlechtjes en figuurtjes erin. Het is allemaal echt heel lekker en het is echt ook wel een feestje. Ze zijn dol op taartjes. En verder is de bier- en braadworst, het vooroordeel is wel enigszins, het is bij mij bevestigd van wat ik om me heen zag de afgelopen weken. Ik vind wel dat ze overmatig veel curry saus gebruiken op alles. Ja, dat vinden ze heel lekker. Mijn kinderen vonden dat geweldig, want ook in allerlei variëteiten. En ze doen het zelfs als je een curryworst bestelt en daar komt curry op, dan strooien ze er ook nog curry overheen. Ziet er extra feestelijk uit. En dan heb ik zoiets van, nou, doe mij maar zonder curry. Ja, maar je krijgt er ook enorme dorst van. Ik denk dat dat ook is. Ja. En je houdt dus niet van zuurkool. Nee. Maar zijn er andere Duitse gerechten die jou wel blij maken? Nou, zo'n mooie, langzaam gegaarde ham. Oh, dat is wel een feestje hoor. En als daar dan gewoon lekker groenten bij zitten, gestoofde worteltjes en knolletjes en aardappelen erbij en mooie saus. Het is een traditionele keuken, maar dat is wel echt lekker. Traditie is, die hou je in stand omdat het leuk is en fijn. Ja. Weet je? Er is niks mis met traditioneel. En kook je zelf ook wel eens uit de Duitse keuken? Kun je überhaupt spreken van een Duitse keuken? Nee, ik denk dat je met als je kijkt naar een standaard iets, dat mooi groot varkensvlees, daar zijn ze dol op, of lamsvlees, dat is heel erg lekker en dat kan je makkelijk klaarmaken. Maar als je het dus langzaam stopt, het is een beetje winters, vind ik altijd. Mm, ja. En vind je het eigenlijk dat het veel verschilt van ons traditionele eten hier in Nederland? We zijn toch eigenlijk een beetje halve Duitsers. Je mag het niet zeggen, maar dat zijn we toch wel af en toe. Ja, misschien dat ze hebben wel wat meer variëteit in sauzen, denk ik. Omdat dat toch wat de zondagse familiemaaltijd, die is wat uitgebreider, denk ik, dan dat wij dat hebben. Voor zover je over wij kunt spreken en zij. Maar Nederlanders zijn denk ik toch wat krenteriger en wat makkelijker. Zoek mooi brood als wat je in Duitsland hebt, dat koop je hier niet zo snel hoor. Nee, en ze hebben ook ontzettend veel worsten daar. Weet je, bifi worsten bijvoorbeeld, van die kleine worsten. Bierworstjes, ze hebben er daar wel 60 soorten volgens mij. Wauw. Dat is van alles nog wat erin. Dat verbaast me niks. Nou heeft Duitsland niet echt een heel erg grote kustlijn zoals wij dat hebben. Wordt er nou ook wel vis gegeten?
Wij zaten in het midden van het land, dus ik heb daar niet op gelet. Nee. Op de camping hadden ze currywurst en bokworsten en bier. Ja, dus dat is ook het enige wat jij gegeten hebt? Als we op de camping wat gingen halen, dan was het dat. Ja. Maar ik heb zelf gekookt, we hebben een camper, dus daar kan je alles zelf in maken. Okay. Nou, er kwam ongeveer 1,5 maand, 2 maanden geleden je boek uit. Eten met z'n allen. Eten met z'n allen, een gezinskookboek. Zitten daar wat Duitse gerechten in? Nee, niet echt Duits. Misschien ja, West-Europees. Want er zitten natuurlijk, weet je, we zitten in hetzelfde klimaat. Dus qua seizoensgroenten zit je ongeveer in hetzelfde idee. Tomaten in de zomer en sla. En in de winter heb je wortels en knollen en dingen. En in de herfst heb je heel veel paddenstoelen. Daar zijn ze in Duitsland trouwens wel dol op. Pilsen vinden ze helemaal tof. En die kan je daar ook veel kopen. Ja, je kunt ook altijd op die kerstmarkten. Zijn er 2 dingen die daar voornamelijk worden gegeten. Nou, een aantal natuurlijk die worsten. Maar je hebt ook altijd champignons. Met room en knoflook. Dat is zo lekker. Ja, en iets anders wat ik niet zo heel lekker vind. Het smaakt een beetje muffig. Van die kastanjes. Oh, daar kan ik wel van genieten hoor. Ja? Maar dat is wel echt een seizoensdingetje. Dat als ze echt loeiheet zijn en je moet ze zo eruit pellen. Oh, dat vind ik wel fijn. Ja, het is net of je net een soort oude aardappel zit te eten. Ja, dat degige. Maar ja, daar zijn de Duitsers niet vies van. Je hebt ook van die kneudel. Die dan als je op skivakantie of zo, dan hebben ze al van. Ja, dat zijn toch van die deegballen? Ja, die heb je in Tsjechië ook heel veel. Dat knitliki heten ze daar. Ja. Ik had het liever niet. Nee. Nou goed, moet je nog naar de winkel? Wat ga je vanavond eten? Weet ik nog niet. Het moet iets snel zijn, want we gaan straks naar Amsterdam naar de Tribute to Aretha. Oh, dus jij bent een van de weinigen die daar wel kaartjes voor heeft. Gisteravond laat om 23:45 heb ik nog de 4 laatste kaartjes die op een rij waren, heb ik nog kunnen kopen. Daar was ik heel blij mee. Ja, even dan, ja, deze vraag hebben we nog niet aan je voorgelegd. Wat zou een gerecht zijn wat ere brengt aan Aretha Franklin? Oh, soul food. Ja? Ja, iets met heel veel kruiden en vissen en vlees en American soul food. En dat kan ook aardappels zijn en mashed potatoes en iets lekkers, iets vols. Heel goed. Of een barbecue. Barbecue. Ja, met van die ribs. Van die ribstukken en zo. Volgens mij gaat het richting etenstijd. Want wij kunnen alleen maar aan eten denken nu. Talina van den Hoed, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Om toch, ondanks dat je zuurkool niet te eten vindt, daar toch even over te willen praten. Graag gedaan. En ons allerlei andere lekkere ideeën heb gegeven over de Duitse keuken. Dankjewel.